Ja, ja. De wereld van de luxe. Wat maakt dat Hermes Ferrari, Brunello Cucinelli, Louis Vuitton toch wel hele goede beleggingen waren in het verleden. En hoe zit dat in de toekomst? Ze doen alles in ieder geval anders dan normale merken. En uh, ja, wij gaan het uh, ontrafelen voor je. Check snel de aflevering. Ja, welkom. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert of kijkt naar deze nieuwe aflevering. En ik ben hier met mijn vaste gast, Hey Jan. Hey, Roman. En we gaan het vandaag hebben over de wereld van de luxe. En daarvoor heb ik Luxepoes Jan gevraagd om een boek te lezen. Om daarin te kijken. Ja, wat maakt nou het luxe en wat maakt het zo aantrekkelijk als belegging? Of juist, als het niet echt luxe is, wat niet? Nou, daar gaan we zo op in. Eerst, Jan, wat is jou opgevallen? Ja, twee dingen. Eerst uh, eventjes een... Uh, ik wil een hele dikke shout-out naar uh, Pim... Van, uh, van de Portfolio Dividend Tracker, de PDT. Uh, ik maak al een tijdje... Ja, applaus. Ik uh, maak al een tijdje gebruik van die, uh, die tool. En, uh, en ja, ik moet zeggen... We hadden overigens niet gesponsord of betaald om dit te zeggen. <laughs> Dat uh, even bijzeggen. Maar ik maak er al een tijdje gebruik van. En het heeft echt uh, heel veel inzichten opgeleverd... die ik daarvoor niet had. Um, want ja, als je gewoon kijkt... De, de, de retail beleggersplatformen, die doen eigenlijk alles aan... zodat jij niet ziet wat hun platform per jaar kost... en wat jouw rendement daadwerkelijk is. Want het valt vaak eerder tegen dan dat het meevalt. En de portfolio dividendtrekker heeft mij in staat gesteld... om heel duidelijk te zien waar rendement vandaan komt. Of het uit wisselkoersen komt, of het uit dividenden, uit koersstijgingen komt. En wat ik het allervetste vind, is dat je kunt zien... bij verkochte posities of het uiteindelijk een vergoede... Of slechte verkooppositie is geweest vanaf het moment dat je verkocht hebt. En dan zet het eigenlijk uh, je, je, je performance van je portefeuille vanaf het moment dat van verkoop af tegen de performance van dat aandeel. Ja, en ik denk dat wij als belegger heel vaak niet leren van ja, beslissingen die we in het verleden gemaakt hebben. Ten meer ja. omdat het heel lastig terug te halen is, was het nou goed of slecht? En, de, en die portfolio-dividendtrekker maakt dat gewoon heel transparant. En dat vind ik heel, uh, heel cool. En. Uh, ja, er komen altijd nieuwe functies bij. Er zit nu een hele agenda in, waarmee je met een klik ook weer die dingen in je iPhone kan zetten. Zodat je gewoon een melding krijgt van god, ik komt de Earnings Report aan. Dus uh, ik hoop dat uh, IBKR uh, ook snel ondersteunt wat als broker. En uh, ja, dan denk ik dat er nog een mooie, mooie wereld open ligt voor Pim uh, bij zijn, uh, zijn software. Ja, ja dus, En een podcast is altijd uh, echt geweldig. Dat vind ik de beste in Nederland. Ja, Samen met Milou, natuurlijk ja. en uh, beleggen. En uh, ja, inderdaad, die verkoopbeslissingen, wat je zegt, dat is natuurlijk wel uh, waarschijnlijk iets pijnlijks uh, voor mij om te zien of dat uh, goed is of slecht is. Maar dan op die manier word je in ieder geval gedwongen over, door erover na te denken via de PDT. Ja, dat is wel heel, uh, heel cool. Bij mij was, was de meerderheid ja, de overgrote meerderheid positief. Wat grappige is natuurlijk dat de dingen die. De verkoopbeslissingen die je goed hebt gedaan. Ja, je verlies kan maximaal naar nul. Maar de dingen die ik verkocht heb, die zijn er in sommige gevallen keer vijf gegaan of zo. Dus dan netto was het nog steeds. Waren mijn verkoopbeslissingen netto, waren nog steeds goed. Maar het zet het een en ander al wel in een ander daglicht. En dat is wel echt uh, heel, heel vet. En het andere wat mij is opgevallen. En, en eigenlijk een beetje het Is dat, dat, uh, ja, dat, dat best veel beleggers en. Um, en ook beleggingsfondsen, het, het hoofd, de quotes, de filosofie van Buffett uitdragen. Totdat uiteindelijk het puntje bij het paaltje komt en je bij een vierstructuur of afrekenpagina bent. En dan eigenlijk de hele normen en waardekader van uh, Buffett uh, amper zal vergeten zijn. En je een 22-structuur uh, als hedgefonds uh, voor je neus schuiven of, uh, of iets anders. En dat stoort me gewoon, dan denk ik. Joh, als je dan de uh, greatest of all time als belegger, als, als, als rolmodel wil hebben, voer het dan ja, gestructureerd door tot uh, ook je, je, je fee-structuur. En uh, ja, dat uh, misschien dat er iemand luistert en uh, denkt van nou, ja, hier kan ik ja, iets mee. Ik ga mijn <laughs> fonds omgooien. Dat ja, dan <laughs> denken we. Dat, dat, ja, dat denk is. ik niet. Ik denk <laughs> niet dat er iemand luistert en er iets mee gaat doen. Maar ik viel me gewoon op en. Uh, Misschien als je overweegt bij iemand je geld onder te brengen. Ja, het, ik vind altijd dat het geheel moet kloppen. En uh, de Buffett part. Als je Buffett verdiende pas geld. Als jij als belegger ook geld uh, verdiende. Ja. Voordat hij Berkshire had. En uh, Buffett verdient aan Berkshire eigenlijk helemaal niks. Behalve als aandeelhouder. Dus de belangen lopen altijd gelijk. En ik denk dan altijd van ja. Als je de hele tijd uh, dingen over Buffett quote. En dan doe je vervolgens onderaan de streep. Precies niet wat Buffett viel, ja, voorsprak. Dan uh, ja, vind ik dat niet tegen. Dat vind ik jammer. Ja, ja, terwijl het zo simpel is, want uh, Buffett is een partnerschap in de jaren 60, denk ik. Uh, dat lees je trouwens heel mooi in het boek Ground Rules, hoe hij dat heeft gestructureerd. Dus als, als iemand die luistert en die zijn eigen fonds wil, ja, en je zet het zo op dat je bijvoorbeeld alleen dus betaald krijgt als fondsmanager bij goede rendementen. En ook nog niet eens bij goede rendementen, maar bij extra goede rendementen, dat je bijvoorbeeld de, de index verslaat. Ja, ik denk dat dat ook gewoon een goede marketing tool is. Want het is zo logisch. Het is zo ja. logisch. Waarom zou je betalen voor matige prestaties? En de hele industrie werkt zo en je kan je daar zo tegen afzetten. Dus ik, als jij ooit een fonds gaat beginnen, Jan, dan uh, kun jij er niet meer onderuit. Nee, 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 dat, dat sowieso niet. Dat, <laughs> gaat, dat gaat zo worden. Ik ben de, de partnership letters allemaal aan het lezen. Misschien wel leuk om daar een keertje een podcastje over te maken. Want er zijn, ja, Buffett, de partnership letters heel mooi. Want je ziet Buffett eigenlijk hoe die was toen die... Was zoals wij. Toen nog niet de grote gevierde man. Ja. Maar hoe, hoe hij als beginner was. En eigenlijk is helemaal niks veranderd. Hij was al even wijs. Hij was al even integer. En uh, ja. Ja. Dat, was, dat is gewoon heel mooi. Ja. Dat is het. Uh, dat en is het altijd. gaf hij juist. de andere partij het voordeel. Als, als er een deal was. Uh, die 55, 45% was qua voordeel. pakte Buffett altijd 45. Nooit 55. Dus dat is. Uh, Mooi. En, daar, nee, en wat is en jou daar, opgevallen? Gewoon? Ja, kunnen we dat nog heel lang op doorgaan? <laughs> ja. Nee, ja, ik, ik heb uh, van onze vrienden van Goldman Sachs een uh, bericht gehad. Altijd, altijd de, de meest betrouwbare bank, natuurlijk, uh, wat je wil. Dus je moet alles wat ze zeggen ook geloven. Maar ik vond dat ze hier wel een punt hadden. Want ze hadden onderzoek gedaan en ze verwachten eigenlijk voor de komende tien jaar. een rendement van de SP 500 van 3% per jaar. Zo. Afgelopen tien jaar was 13 dus nou ja, dat is hoger dan het langjarig 100 rendement. Dus nou, toekomstige rendementen zullen minder zijn. Zat gewoon broodkruimel onder de 1 of zo op de laptop. Dat ze die 1 voor de voor de drie vergeten zijn. Oh ja, ja, die moet niet duurde even, maar uh, nee, maar ja, er, daar zit natuurlijk wel wat in, want als je dan naar de S&P 500 zo'n ETF koopt, dan zie je dat de vijf grootste posities daar inmiddels 26% van uitmaken. Dat zijn de Apple, Microsoft, Nvidia, Meta en Amazon. Ja, en dat die dus ze zeggen dus ook dat hebben we hier, hier hebben we het ook eerder over gehad, een gelijkgewogen ETF waar dus alle 500 aandelen dezelfde weging krijgen. Dus daar krijgt even deze top 5 slechts een 1% weging tegenover die 26% weging in een Marktkapitalisatie gewogen ETF dat die het dus beter gaat doen. Nou, dat is dus de eeuwige discussie van uh, gaan die grote techbedrijven nou in de toekomst nog een keer zo goed doen als de afgelopen tien jaar? Ik denk dat dat heel erg moeilijk wordt. Uh, maar we gaan het zien. Er zijn ook redenen om te geloven, zoals dat ze nu met AI weer de complete slag hebben gewonnen. Dat zij alleen maar groter en machtiger worden. Ze betalen ook nog eens niet, niet heel veel dividend. Nou, ze, ze betalen wel heel veel dividend, maar naar verhouding niet zoveel. Dus dat gaat ook nog niet van die marktwaarde per se af. Dat ze dat uitkeren, zoals heel veel andere bedrijven doen. Ja, 3% mensen ETF beleggen. Andere fondsmanagers denken 6%, pensioenfondsen denken 7%. Ik denk niet dat die pensioenfondsen dat goed gaan hebben. Wij denken niks. We bereiden ons op alles voor. Zo is dat. Ja, ja. Nou ja, we hebben het hier natuurlijk in de aflevering over ETF's over gehad, over markt of gelijkgewogen. En we hebben het ook wel gehad over wat heeft de afgelopen 10 jaar en de 10 jaar daarvoor het rendement veroorzaakt. En dat was voor een deel ook wel gewoon multiple expansion, dus de aandelen gewoon duurder zijn. En ook voor een deel kan ik me nog herinneren wel dat de marges nu echt wel hoog zijn. Ja, op een gegeven moment houdt het wel op. Die marges gaan niet nog een keer zo hard stijgen. De multiple gaat niet nog een keer zo hard toenemen. Dus dan, ja, waar, waar komen de returns vandaan dan? Ja. En precies dat is de reden die Goldman Sachs ook zegt dat het de komende tien jaar dus een stuk minder gaat worden. Nou, inflatie kan nog veel doen natuurlijk. Als we hele hoge inflatie krijgen, dan helpt dat de nominale rendementen. Maar ja, dan zou het betekenen dat de rentestanden ook omhoog gaan. Dat betekent dat waarderingen weer omhaal gaan. Dus dat gaat per saldo alleen maar pijn doen. Ja. Maar leuke tijden. Ja, ja, ja. Dat is interessant. Uh, uh... Ik weet, volgens mij was uh, de, het, de cover toen van de Times van, uh, wat was het ook alweer, 1982 of zo, st Stocks are over, had een hele negatieve cover over aandelen. En dat was precies de bodem. Ja, de death, dus dat, of, stocks. Ik... Ja, was death of stocks. Ja, de death of stocks, ja. Volgens mij inderdaad, dat... 10 jaar, 15,8 procent per jaar of iets dergelijks uh, Maar goed. Dat, uh... Ja, dat zijn klassiekers net als dat Jim Cramer effect. Schijnbaar heeft hij gisteren weer gezegd, uh, ik hou van de McDonald's koop, koop, koop. En dan nu is net die uh, uh, voedselvergiftiging uitbraak. En dan het uh, aandeel McDonald's in elkaar. Dus altijd klas. Dat is natuurlijk dikke pech, maar je hebt altijd van die klassiekers die uh, heel lang levend blijven. De omgekeerde Jim Kramer ATF doet het beter dan ja, <laughs> Jim ja. Kramer ATF zelf. Ja ja, fascinerend, ja, ja. maar uh, interessant, interessante man om op te te zien. Maar goed, Jan, jij hebt een uh, leuk jasje aangetrokken, dus ja, je ja, bent voor de deze gelegenheid een soort van luxe poes, zoals ik al aan het begin zei. Jij hebt het boek The Luxury Playbook gelezen en ja, jij zit mij even bij, hoor. Dat uh, hier kijk, de luxury strategy van Capferer de... en Bastien. Kijk, ja, en Jan is gefascineerd door de wereld van luxe. Ik Begin het langzaam een beetje te begrijpen. We hebben natuurlijk deep dives gedaan over Hermes en Bruno Cucinelli. Ik ben nota bene uit de winkel van Bruno Cucinelli bijna geflikkerd door de verkoper, omdat ik er blijkbaar zo verpauperd uitzag dat ze dachten: <laughs> dit is geen klant. Dus dat was hoogst ongemakkelijk. En toen zei Jan gelijk: nou, vanuit het luxury playbook gezien was dat een hele goede zet, want je moet klanten beschermen van niet klanten. Dus ik was een niet klant, want ik was een potentiële investeerder in het bedrijf. Dus ik werd inderdaad zo vriendelijk, of nou nee, niet vriendelijk, maar ook niet ongemakkelijk. Wel, het was voor mij heel ongemakkelijk, maar ze doen dat op een hele geraffineerde manier. En uh, ja, ik wil hier graag uh, daarmee met jou over praten, want de wereld van Luxe is natuurlijk wel mega interessant. We kennen Ferrari, Hermes, Louis Vuitton. Allemaal fantastische beleggingen, eigenlijk de afgelopen tien jaar. Allemaal indexfonds verslagen, en dat is niet voor niks. Die bedrijven presteren ook daadwerkelijk heel goed. Ja, en is het een interessante belegging voor de mensen? Uh, is het ja, dat heeft de afgelopen tijd heel goed gedaan. Dus misschien kunnen we, moeten we even stilstaan bij wat Luxe is. Uh, in het boek staan 24 anti-wetten van marketing. Dus eigenlijk 24 dingen die Luxe echt anders hoort te doen dan normale bedrijven. Nou, dan gaan we niet alle 24 door, maar we pikken er even een aantal uit die heel interessant zijn. En ja, ik dacht samen eens even een start-out doen van Hermes. Versus Louis Vuitton en Ferrari versus Porsche. Om gewoon nog wat tastbaarder te maken aan de hand van merken die de meeste mensen zullen kennen. Van ja, waar zit nou het verschil? En misschien kunnen we aan het einde van ja, is het nou interessant of niet? Dat, uh, al dat beleggen in luxe. Goed plan. Ja, wat is luxe? Ja, uh, dat, dat is denk ik de eerste vraag. En dat is echt wel uh, moeilijk. En ik... Uh, die kapveren, van, van, ik zeg het, heet het van Bastien, van, ik moet dan van Basten denken, maar Bastien, die, uh, die, uh, die hebben er ook best wel veel woorden voor nodig. En ik heb geprobeerd er een aantal dingen even op te schrijven en, uh, en de eigenschappen van luxe. Want het gaat er eigenlijk om een product uh, dat tijdloos is, met een soort van hedonistische ervaring. Tegen een prijs die zeer veel hoger is dan eigenlijk de functionele waarde van dat product. En het moet gelinkt zijn aan een heritage, aan een unieke kennis of aan een bepaalde manier van craftsmanship. En vaak zie je ook dat er een cultuur rondom het hele merk heerst. En de beschikbaarheid die is gelimiteerd, al dan niet bewust. En de distributie wordt ook streng gecontroleerd. Dus je kan het ook niet meer zo ergens kopen of niet heel makkelijk. En er is vaak een gepersonaliseerde of hoogwaardige service. Um, en we gaan zo over met voorbeelden en zo aan de gang. En het fungeert heel belangrijk als een soort sociale marker. Waardoor je je bijzonder voelt, maar waardoor je ook kan laten zien dat jij eigenlijk ja, het, ont, het normale leven als het ware ontstegen bent. En dat is misschien wel de key van luxe. Want als je mode hebt, dat, dat is, uh, stel je voor je wil 100 euro uitgeven voor een spijkerbroek. Dan heb je heel veel keuze. En die keuze, ja, die horizontale keuze noem je dat. Of je nou een broek van Levi's, van G-Star, van Nudie koopt. Ze allemaal. Premium merken, goede merken, maar die, je kunt eigenlijk binnen dat prijssegment horizontaal stapjes maken. Dat zegt iets over je identiteit. Hm. Ja, en luxe werkt dat helemaal niet. Bij luxe differentiëer je verticaal. Dus je gaat in één keer een stap hoger en je daarmee, ja, die kijkt niet neer, maar bij wijze van spreken kijk je neer op de hele range, met het hele andere segment wat daaronder zit. Als ik uh, me zo goed uh, uitdruk. En Helder. Het, en het, het lijkt een beetje op kunst, met als verschil dat kunst geen functioneel nut heeft. Dus een schilderij heeft ook misschien wel deze eigenschappen. Uh, als je een, uh, een Picasso aan de muur hangt, weet je wel, dan heeft het ook geen functionele waarde, heeft wel heritage, bla bla bla. Maar je mm -hmm. kunt er niks mee. Je kunt het niet. Het heeft geen praktisch nut. En luxe heeft dat wel. Ja, een zoals een Birkin tas kan je mooie boodschappen doen, bijvoorbeeld bij de supermarkt. Ja, ja, een Birkin Pack van Hermès is daar wel een, een mooi voorbeeld. En als je ziet, die merken die, die bouwen zich eigenlijk een soort op als bijna een soort religie. Ze hebben eigenlijk altijd een founding mythe of een legende. Zoals uh, Dom Perignon, wat gewoon eigenlijk een soort van merk is uitgevonden door Moët en Chandon een tijdje, ja, al decennia geleden. Ze doen allemaal storytelling. Voor Ferrari is dat de Formule 1, de Mille Miglia, de, het racen en, uh, en de, ja, een hele merk rondom het Maranello waar het, uh, waar het ontstaan is. Een soort heilige plek. Bij Brunello ja. Cucinelli is dat Salomeo. Ja, je moet offers maken om erbij te horen. Geld, tijd, moeite. Wij Als, kennen klant. Het nu niet. Als klant. Als ja. klant, ja. Ja, ja, ja. En tot slot dan de echte symbolen. Die zijn alleen bekend van uh, ja, bij de ingewijden. Dus we, we kennen allemaal het Ferrari paardje. We kennen misschien wel... Het logo van Hermes, de oranje van Hermes, maar ja, waar het vandaan komt, hoe het eruit ziet, hoe, weet je, de, 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 de echte details die kennen alleen de mensen die ook de klant zijn of de interesse in hebben. Ja, dat laatste over zo'n advertentie van Hermes in het FD, geloof ik, want dat, dat, dat weten dan de echte kennis. Want wat stond daarin? Ja, daar stond uh, hupplepub, een, een referentie naar de Rue de Fourbourg. En uh, dan, als ik in mijn beste Frans, dat is eigenlijk de. De straat waarin Hermes uh, is opgericht. Waar de eerste workshop zat van Hermes. En waar nog steeds hun hoofdkantoor zit. Ze hebben ongeveer alle omliggende panden gekocht. En uh, verbouwd. Tot een supermooi winkel met hoofdkantoor uh, vermaak, uh, ja, verbouwd. Maar uh, ja, dat moet je dus echt weten. Dat die winkel daar zit. Dus de gemiddelde FD-lezer zal denken: Oh, Hermes, mooi. Maar die titel of die woorden die erbij staan. Dat zal, dat zal men niks zeggen. De gemiddelde lezer. Dat moet je ja. daar echt weten. En als je dat weet, ga je extra aan. Denk je, oh, wat vet. Ja. 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 Ik, ik vind het wel grappig dat klanten moeten moeite doen. En de rijken op deze aarde, die natuurlijk de doelgroep is van zulke luxe bedrijven, <tus> die kunnen natuurlijk alles krijgen, altijd wat ze willen. Die hoeven nergens moeite voor te doen. Alleen hier dus wel. En dat, dat geeft het natuurlijk een bepaalde allure. Hierin zijn zij de fans eigenlijk. Ja, ja, ja. Want dat is. Misschien wel uh, zo meteen een stapje maken naar die, een paar van die. Uh, wat, ja, wat jij zegt is helemaal waar, want het Luxe domineert de klant. Hm. Luxe zegt wat je, hoe, het, hoe het zit en niet andersom. De klant is niet koning. En rijke mensen zijn ook niet koning. En Luxe zal daar dan ook niet adverteren met celebrities, want dat betekent dat ze celebrities nodig hebben en de celebrities niet domineren. Dus je zult bij Hermes nooit een celebrity zien. Bij Prinello Cuccinelli ook niet, bij Ferrari ook niet. Behalve de twee Formule 1 coureurs Maar dat, 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 ja, dat zijn celebrities. Maar die, ja, die zijn aan het racen. Dat zijn gewoon coureurs. Oh, bij Als je het over luxe auto's hebt, bij Aston Martin. daar is toch meneer James Bond als uh, superster aangekoppeld. Ja, ja, dat is wel een, een goede. Ja. Dat, uh, maar ja, is, wat jij hebt wat, wat research gedaan, naar Aston Martin. Maar is dat nou echt nog een, een, een luxe merk? Ja, nou, ik had zo'n auto's. Ze zijn wel duur er wel mijn interesse. Nee, uh, het, het fascineerde me dat Aston Martin uh, met 97% gedaald is sinds uh, de beursgang in, in, voor corona. Fascinerend. Dat, voor mijn gevoel was dat ook altijd een heel sterk merk. Ik weet niet of dat dan precies de leak van Ferrari is of meer de Porsche, iets daartussen misschien. Ja, Daar da, da is gewoon de afgelopen 20 jaar, ook als je terugkijkt en gaat googelen, is er nooit geld verdiend bij dat bedrijf. En dan denk nee. je: je hebt zulke auto's die je eigenlijk kan vragen wat je wil, en toch wordt er geen geld verdiend. Wat, wat is dan het verschil met een Ferrari die het fantastisch doet, de afgelopen vijf jaar nog een keer 2,2 en een Porsche die het wel aardig doet, ook sinds de beursgang exact vijf jaar geleden vandaag? Jubileum heeft Porsche heel toevallig min. Flink in de min. zei je? Min 38, ja. min 33. Ja, is toch. Uh, ja, hoe kan, hoe kan dat dan? Hoe zit daar zo'n groot verschil in die bedrijven? Überhaupt tussen Ferrari en Porsche, waar, je meer, waar we meer data over hebben. Maar ook Aston Martin. Waarom, waarom kunnen die dat niet? Ja, ik vraag me ook af. Ja, het is. Het, het zit, denk ik, in hele kleine dingen. Als je het jaarverslag van Ferrari opent, dan, ja, dan wordt er natuurlijk over racen wordt gepraat. Het wordt heel de heritage van het merk wordt erbij gehaald. En de mensen die het bedrijf leiden, die staan op een gegeven moment. Zie je een, uh, ja, zijn gewoon een paar bullet points. Dan zie je natuurlijk John Elkan. Uh, Daar zie je nog Piero Ferrari, wat de zoon is van uh, Enzo. Die later om is, toen Enzo is overleden, mocht hij pas Ferrari heten. Want het was niet helemaal een legitiem uh, kind. Uh, of oh een legitiem huwelijk. <laughs> <laughs> dat heb uh, je Ja, waarbij Aston Martin staat al heel snel, volgens mij, pagina 15. Als je de inhoudsopgave zoals meerekent, gewoon pagina groot, het hoofd van Lawrence Stroll. Nou, voor de mensen die Drive to Survive kijken, <laughs> ik weet niet. Dat, ja, is dat, nou, is dat nou je vaandel dragen van het merk? Want die man heeft helemaal niks met de heritage van Aston Martin te maken. Dus uh, ja, als je fans wil cultiveren en je wil dat merk uitbouwen, dan, gaan, dan doen ze volgens mij zoveel dingen. Nou, op zoveel dingen slaan ze de plank mis. Ja. ja, wat mij opviel is ook, ik heb ook gekeken naar de productie van die bedrijven. Want je wil die exclusiviteit behouden. En dan zie je Ferrari bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar 5,5% meer auto's per jaar produceren en verkopen. Porsche doet het minder. Nou, dan zou je kunnen zeggen, die is 1,6% per jaar. Meer auto's, dan zou je kunnen dus zeggen, nou, die zijn veel exclusiever. Maar ik denk dat dat een belangrijke component is. Niet per se het aanbod, maar dat dit vraaggedreven is bij Porsche. En bij Ferrari is alles aanbodgedreven. Zij bepalen hoeveel stukken ze produceren. En bij Porsche bepaalt Porsche hoeveel stukken ze produceren. En dat heeft ook Aston Martin in de beginjaren 2000. In een paar jaar is de productie van 1500 auto's keer 4 gegaan. Naar ruim 6.000 auto's. Ja. ja. Dat, dat is te veel. Dat is te veel. En uh, toen wilden ze dat ook... Uh, Ford, de toenmalige eigenaar... wilde dat ook in een grotere fabriek gaan doen. En dat soort dingen, ja. En dan maak je dus denk ik heel veel kapot... van wat het merk is. Ja, dat staat ook in het Luxury Playbook. Dat is eigenlijk een paar dingen gecombineerd. Maar verplaats nooit je fabrieken. Dus laat ze in het land waar het allemaal begonnen is. Want juist het handwerk... Uh, die heritage, die hoort bij het merk. Dus Ferrari, natuurlijk halen ze uh, onderdelen uit andere landen. Maar het motorblok komt uit Maranello, uit uh, Italië. En dat wordt daar gewoon gemaakt. En als je daar langs gaat, dan zie je dat, hoe dat gebeurt. Ja, het is fascinerend om te zien. Ik ben niet langs geweest, maar ik heb het wel gezien op documentaires. En Luxe zoekt ook niet naar synergieën. En ze gaat ook niet echt op zoek naar, naar kostenreducties. Zijn natuurlijk wel efficiënt, maar ze gaan niet... Uh, bijvoorbeeld, Hermes stond laatst een mooi artikel in de tijd. wat ik van Pim doorgestuurd kreeg. dat maximaal 250 mensen per atelier. want daarboven, of per workshop, daarboven wordt het een fabriek. En dat willen ze Aha. niet. Ze willen dat die, ja, iedereen bij naam moet kunnen kennen. En dat soort dingen. Uh, dus als er dan een Ford langskomt. en er wordt een nieuwe fabriek gebouwd. Voor, ja, en ik hoor het woord efficiëntie en schaalvergroting en synergie. dan denk ik wel van. Oh, dat is in, 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 in dit segment heel gevaarlijk. Want het zal Ferrari, denk ik, niet zo snel doen. Ja, maar als je het over auto's hebt, dan zou je kunnen zeggen: een geautomatiseerde productielijn kan qua kwaliteit veel betere auto's maken. dan dat ze alles een beetje haltmatig veel meer doen. En in hoeverre is het dan het verhaal wat dan leeft om zo'n luxe merk? Dat de mensen daar lekker ambachtelijk. Uh, daar dat maken met mooie rode pakjes aan. En in hoeverre is het, is, is het daadwerkelijk dat het een betere kwaliteit is? Dat een Birkin Bag gewoon. Veel beter is dan een soortgelijke Louis Vuitton of wat dan ook. Ja, wat dat is ook een anti-law eigenlijk. Heeft het product genoeg beperkingen? Is de vraag. Dat is, dat is wel echt een hele rare. Want kijk, een Ferrari is natuurlijk misschien in die specifieke niche dan wel de beste auto. Maar gewoon als je puur rationeel naar een Ferrari kijkt, dat ding valt niet bij in te parkeren. Er zit waarschijnlijk niet eens een achteruitrijcamera op. Uh, de bijrijder zit crappy Je kan niemand achterin meenemen. Je kan je hond niet meenemen. Je, kan niet mee, ja, door de, je kunt niet mee de binnenstad in uh, als je een echt lage auto hebt. Want dan schaaf je de, de onderkant kapot. Het is, allemaal, het is helemaal geen rationeel gezien. Geen, goeie, geen bijzondere auto. En een Patek-Filip van uh, 50.000 euro. Die moet je elke elk, uh, maand misschien wel een minuut verzetten. Omdat die weer uit de pas loopt. Twee, drie seconden per dag. En uh, ja, Psycho hoeft dat niet. En, en uh, elke zeven jaar moet je Philippe voor onderhoud doen. Kost 7% van de nieuwe waarde. Dus ben je 3500 euro kwijt aan onderhoud. Terwijl Seiko zei ik al: je batterijtje voor 3 uh, euro. En dan gaat we vijftien meebewijs verspreken. Dus, dus, het 15 jaar mee, bij wijze van spreken. Dus dat is juist eigenlijk dan de charme van luxe dat het niet perfect is. Gek, hè? In hoeverre is luxe het gewoon. Een massaal voor de gek houden van mensen en dat ze dat niet doorhebben. In hoeverre probeert Luxe grote groepen mensen gewoon gek te maken? Ja, ja, ik ben er zelf ook. Ik vind het ook heel mooi als een horloge met de hand gemaakt is of zo. Kan ik kan echt naar kijken en dan ga, ja, vind ik het helemaal geweldig, weet je wel. Terwijl, uh, ja, daar zit dan ziel en dat, dat heeft iets. En. Als je bij pakken bijvoorbeeld ook, hoe duurder een pak, hoe mooier de wol, hoe sneller het slijt. En een handgemaakt pak zie je vaak aan de schouder inzet. Zie je, zie je dat daar, uh, dat het met de hand gedaan is, dat het niet perfect effe is. En dat is dan ja, eigenlijk rationeel gezien niet. Ja, je wordt eigenlijk voor de gek gehouden misschien wel, maar toch heeft het wat. Want je ja, kunt, dat... ja het, wordt, het wordt menselijk of zo daarmee. De, het is niet perfect en dat hoeft het misschien ook niet te zijn. En misschien is dat ook wel ja, de charme ervan. Maar ja, gek. ja, wel gek als je er, als je er echt op door uh, ja, gaat. Het zou wat gek zijn om een hele grote groepen mensen uh, gek of uh, dom te noemen. Ik kan daar niet bij. Maar uh, ja, ik, het ik, heeft ik, ik ben, in... ben benieuwd of ik, of, of ik als ik miljardair zou zijn. of ik dan ook een Ferrari ga kopen. Ik, ik denk nu van niet. Maar als ik miljardair ben, ga je het dan wel doen omdat het dan juist dat moeilijk is om dat te kopen. Dan wil je die imperfecte perfectie. Nou ja, kijk, er is natuurlijk wel perfectie in die ene niche. Maar in andere dingen weer niet. Ik geef voorbeeld, zo'n Brunello Cucinelli. De koning van Kashmir, zou je kunnen zeggen. De mooiste, mooiste kwaliteit jasjes, uh, truien heb je daarvan. Ja, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Steve Jobs. Allemaal klanten van uh, Brunello Cucinelli. Die... Het gaat minder lang mee omdat het een heel kwetsbare stof is. Maar als je het draagt, is het wel veel fijner. Het reguleert warmte beter. Het heeft wel weer superieure eigenschappen die het die af. Ja, de, de nadelen zijn er. Maar het heeft ook sterkere voordelen. En als dan geld geen issue is, ja, dan koop je gewoon wat vaker een nieuwe. Dus dan kan ik kan me wel voorstellen dat je dan toch voor dat dure spul gaat, omdat het gewoon fijner is. Nee, ik denk maar het ja. ook. En ik denk, het, het gaat ook niet weg. Ik denk dat het alleen maar sterker wordt, want Luxe neemt behoorlijk. Uh... Toe, geloof ik, hè? Ja, dat neemt wel toe, maar dat is eigenlijk al wel een paar honderd jaar aan de gang. Want vroeger was het natuurlijk echt voor de koningen en de adel en uh, de rest van de mensen kon dat gewoon niet betalen hè? en had daar ook gewoon geen toegang toe. Ja, nu dat allemaal, nu de wereld aan het democratiseren is, tenminste, dat is de afgelopen Mooi word, uh, tientallen, tientallen jaren wel gebeurd of dat nog die trend zich doorzet, is toch een vraag. Maar ja, daardoor is het hoofd toegankelijk geworden voor een veel grotere groep mensen die ook meer middelen hadden, bijvoorbeeld de welvaart. Of in ieder geval, het inkomen is beter verdeeld dan dat het misschien ooit was in de geschiedenis. Valt nog van alles op aan te werken, dat weet ik wel, maar het is beter dan het ooit was. En we zijn gaan globaliseren en de communicatie is verbeterd. Dat zijn eigenlijk factoren. Uh, we kunnen heel makkelijk dingen verschepen en vervliegen over de wereld. En je kan nu met internet kun je, uh, ja, iedereen bereiken. Ferrari kan, als je op de website van Ferrari komt, dan word je echt meegenomen in die droom. Ja, zonder dat je ooit een prijs vindt of wat dan ook. Maar ja, vraag ik aan wel communiceren met iemand in Japan. Ik kon dat natuurlijk honderd uh, jaar geleden veel moeilijker. Toen bestonden ja. ze ook nog niet trouwens. Dus uh, toen <laughs> dat zou sowieso lastig geweest zijn. De wereld als ja. een dorp. Ja, het is, wel, uh, het is wel fascinerend. Het is echt uh, fascinerend, ja. Ja, ik ben wel benieuwd of ik, als ik bijvoorbeeld in Zwitserland geboren was, als ik, of ik een heel ander of in China een heel ander perspectief op luxe had, want in Nederland is het toch een beetje zo als je met een Ferrari gaat rondrijden dan daar vinden veel mensen wat van. En dat en dat zou ik dan heel vervelend vinden dat mensen daar wat van vinden, maar in andere landen steken ze een duimpje op naar iemand die in een Ferrari rijdt. Ja, Morgan Housel zei toch van uh, je dacht toen hij uh, hoe heet dat, zijn zo'n chauffeur was voor allerlei rijke mensen toen, toen kwam hij erachter van ja, mensen beelden zichzelf allemaal in in die auto. En dat is het beeld wat je hebt, de droom. Maar eigenlijk kijk je naar die auto en niet naar die persoon. Die persoon die erin zit stijgt niet in achting of zo. Nee, het is niet zo dat mensen dan heel veel respect hebben voor die persoon. Niet in Nederland. Of, of in, misschien ook niet in de US. Maar ja, ik. Ja. Ik weet niet. Ik denk dat je dat ook wel echt wel moet doen voor jezelf. Dat je het heel vet vindt om dit te rijden. Ja, ik zou, ik zou niet zo snel een Ferrari kopen. Maar uh, ik vind het wel heel gaaf hoe ze dat merk bouwen. Dat, dat, ik ben wel... Uh, een, uh, ik bestudeer de brand graag. Maar de auto, uh, ja. Een keertje in rijden lijkt me ook wel leuk. Ja, ik snap wel. ik lijkt me ook wel leuk om een keer op zo'n circuit in zo'n uh, Ferrari uh, te rijden. Of wat dan ook. Maar voor de rest staan 99% van de... Ferraris is 99% van de tijd stil, toch? Dat is... Uh, ja, sowieso. En uh, de, uh, Ferrari, dat staat in het jaarverslag. Ik stuurde je dat vanochtend al. Zie je zo'n piramide. En aan de onderkant van de, van de piramide staan de base modellen. Nou, dat zijn een beetje de normale Ferrari modellen. En dan daarboven staat uh, de collectors of zo. En daarboven staan de supercars. Dus ze hebben daar oh, een ja. gradatie in gemaakt. En als je nu bij Ferrari binnen loopt. Als ze al uh, iets aan aanbod voor je hebben. Dan kun je wel een base model kopen. Maar pas als je langer in de brand bent en meer auto's bezit... dan mag je ook ja, een aanmerking komen voor de wat duurdere auto's. En de nieuwe supercar kost toch 3 miljoen per stuk? Yes, Zonder de BPM of zo? Ja, zoiets. Of, uh, ja, of, of richting de 5 in Nederland, denk ik, met de BPM erbij. En als je nu naar de dealer gaat, kun je hem niet kopen. Ja. Nee. Dat is, uh, dat is luxe. <laughs> dat is wel luxe. En uh, and andere... Anti-wetten van de marketing uit het Luxe playbook. Waaraan kunnen we als belegger zien of een bedrijf mogelijk de juiste dingen doet om ook in de toekomst interessant te zijn voor klanten en dus een goede belegging te zijn? Ja, het, het vergelijkt zich niet. Luxe is superlatief en niet comparatief of vergelijkt zich niet. Eigenlijk wat we net al zeiden: met fashion dat horizontaal is, luxe is verticaal. Uh, en en, en Luxe is ook nooit echt bezig met zijn marktpositie. Coca-Cola, uh, Burger King, die hebben allemaal echt een target audience. En Luxe heeft dat helemaal niet. Die, die zijn creatief, die vernieuwen en die, uh, die zeggen: ja, die domineren de klant en ook hun, uh, hun doelgroep. En dat is wel heel duidelijk te zien als je nu naar Mercedes of zo gaat. Die daar zie je heel erg dat ze adverteren op basis van specificaties. Van joh, deze auto is zo snel. Nou, snelheid is nog misschien nog niet eens zo'n zo differentiator. Maar het heeft deze veiligheidssystemen. Het heeft achterin kan je ook de temperatuur digitaal verstellen. Het is allemaal heel erg op. Functies en functionaliteiten gericht, maar functionaliteit kan je heel goed vergelijken. Je kan ook bij Audi kijken van hoe groot is die kofferbak. Je kan dat ook bij, uh, bij Volvo doen. Dus die brands, ja, als ik zo'n auto zou kopen, dan zou ik echt denken van ja, weet je, ik heb zoveel geld te besteden, waar krijg ik de meeste waarde voor mijn geld? Ja, en als je die vraag stelt en je neemt een merk mee in je overweging, is het geen luxe, dan is het ja. premium. Dat voorbeeld wat jij ook had opgeschreven van Rolls-Royce. Dat is natuurlijk dan wel luxe. En ja, ultra. Ik, ik weet niet wie het zei, of dat die oprichter was of de CEO. Maar als je een klant vraagt naar de prijs, dan is het te duur. Ja, ja, ja. En, en ja. Dat, dat segment wat jij net omschreef, daar, daar gaan mensen vergelijken. En dan komt er ook een keer de vraag: hoeveel kost het? Ja. Al vrij ja, ja. snel komt die vraag. Ja, misschien kunnen we Ferrari en Porsche even erbij uh, zo even de. de... Als we dan nog een les vergeten zijn, dan pakken we hem, pakken we hem mee. Dat we even een stare-down doen tussen Ferrari en Porsche. Ja. Want, uh, ja, heritage. Nou, of, we hadden het net over die productieaantallen. Ferrari ja. 12.000. Weet je waar Porsche ja. op zit? Ja, ik weet het. 24 keer zoveel. <laughs> <laughs> ja, dus. Ja, we zien allemaal in Nederland als je een paar uur op de weg zit, zie je natuurlijk wel meerdere Porsches rijden. Maar de kans dat je hem dan een Ferrari ziet rijden is niet zo groot. Porsche is eigenlijk wel een, uh, is een eigenlijk zou je kunnen zeggen, een voormalig luxemerk wat om zeep is geholpen. Misschien wel deels de Volkswagen-groep. Want uh, als de oude CEO van Porsche heeft ooit gezegd: als je twee Porsches in één straat ziet, dan doen we iets helemaal mis. Ja. Hmm. En nou ja, ik uh, was laatst in Duitsland, in Münster met een groep vrienden. En ik, uh, moest, ik had die uitspraak toen net gehoord. En ik dacht, nou, er is iets helemaal mis, meneer Boijsje. Want ik zie overal, <laughs> overal die SUV's rijden. Uh, het zijn er echt wel veel. Je, het is echt niet exclusief. Ja. Nee. En uh, volgens mij Ferrari in het verleden ook wel eens gezegd: we doen maximaal 7000 auto's. Nog niet zo ja. heel lang geleden. Klopt. Ja, je wilt toch. Uh, Kijk, als belegger wil je natuurlijk wel dat ze op gaan schuiven. Meer productie is meer, gewoon meer geld te verdienen. Dus zonder dat je die exclusiviteit verliest. Nou ja, hoeveel zitten ze nu? Wat zei je? 13.000 of zo? 12.000? Iets, 12 Iets in die range? Ja, dan zou je denken, ja, de wereld, daar, daar is toch wel wat meer ruimte voor uh, Ferraris dan dat. Waarom kunnen we dat niet gewoon, in plaats van met 5,5% per jaar te verhogen. 10% per jaar verhogen. Ja, dan gaat Ferrari waarschijnlijk wel een goede belegging zijn. Maar ik vermoed dat ze dat, dat niet gaan doen. Nee, maar ze verhogen natuurlijk ze, ze verhogen de prijzen met 7%, 5, 6, 7% per jaar. Goed consequent. Ze verhogen de marges nog iets. Dat uh, zie je de afgelopen jaren. En ze groeien nog uh, 5%. Dus ja, heb je toch al best wel wat groei te pakken als je onderaan de streep kijkt. Ja, ja. Maar wat ook een heel groot verschil is bij Ferrari en Porsche, is misschien wel een beetje de heritage. Want bij Ferrari, uh, daar willen ze natuurlijk alles weten van uh, als je daar nou op de website komt, dat heb ik vandaag even ingelogd, dan zie je gewoon Leclerc en Carlos Sainz die 1-2 hebben gescoord in het weekend. Dus het is echt racing, echt in een DNA, DNA. En dat zie je ook in het verhaal met Enzo Ferrari, met de Millie, met die rallies en zo. En bij Porsche, als je op de website komt, daar staan gewoon modellen. En eigenlijk meteen op de website zie je <laughs> allemaal modellen met de vanafprijs. En ja, de geschiedenis is natuurlijk Juist. ook best wel, best wel pijnlijk met uh, ja, toch al dingen die in de Tweede Wereldoorlog niet goed zijn gegaan. Een, een Joodse aandeelhouder die eruit is gekikt in de natiewetten van destijds de en zo. Dus het is echt, uh, ja, daar zijn ze natuurlijk niet trots op. Dus je vindt geen geschiedenis op de website van Porsche. Porsche Nederland, moet ik zeggen. Dus uh, ja, het is toch wel anders. Ja. Verschillende merken. Ja, ik vond het ook wel mooi. Ik zat even dit jaar te kijken. De productieaantallen voor Porsche de eerste negen maanden is min 7%. En di dit jaar is misschien wel een test voor luxe bedrijven. Hoe luxe ben je? Door de problemen in China en dat mensen toch wel hand op de knip houden. Louis Vuitton, althans LVMH, die ziet de omzet dit jaar licht krimpen. Terwijl Hermès, Bruno Cucinelli, Ferrari, allemaal de omzet best wel zien groeien. En Porsche ziet dus best wel een krimp in volumes... wat ongetwijfeld de markt gedreven is. Dus dat, ja. dat geeft het ook wel iets aan. Maar daar ben je dus ja. als belegger nu iets te laat mee... als je dacht dat Porsche echt de luxe was. Uh, omdat die beurskoers dus fors lager staat ook. Maar dat is wel iets uh, wat je mee kunt nemen. Ja. Ja, ja, als je het over luxe hebt... dan wint Ferrari gewoon van Porsche. Dat is duidelijk. Oké. Okay. Dus, uh, ja, en MS en LV, hè? Ja. Louis Vuitton. En dan heb je het nu echt over het merk Louis Vuitton... Ja, ja, ja. Daar zijn natuurlijk geen, dus valt onder LVMH-groep, dus wel lastig om daar echt data van te krijgen. Maar LV of LVMH rapporteert wel op fashion en leather goods. En die zijn dit jaar ook, uh, ja, die groeien niet door, die krimpen zelfs ietsje. Dus dat is wel, uh, en Hermès had volgens mij ook gewoon plus 12 of zo qua, uh, qua groei, qua winst. Ja. Dus dat is, uh, die groeien gewoon lekker door. En 12.000 birkenbags. Of 12.000 Birkin Kelly bags die mes kan maken in hun ateliers. En volgens mij, ja, ik weet niet wat Louis Vuitton doet. Maar ik denk uh, dat het verschil een beetje Porsche-Ferrari uh, is qua aantallen. Ja. Minstens. En wat maakt dan dat Louis Vuitton niet meer upmarket gaat? Want je zou kunnen denken, als je, als je ook een soort van Birkin creëert... dan gaan we, dan gaan we even naar de, naar de Champions League. Ja, dat is een goede vraag. Waarom is dat... Ze hebben ook wel die producten, hè? die echt hele dure producten, die, uh, die limited edition en zo. Dus ze doen dat in zekere zin wel. Maar tegelijkertijd hebben ze zoveel winkels, hebben ze zoveel vastgoed. Volgens mij hebben ze 800 uh, winkels, dat zagen we laatst toen we de deep dive van Cucinelli uh, voorbereiden. En Hermès heeft ongeveer 300 in de wereld. En die 300 ja. blijven redelijk stabiel. En die uh, ja, LV is best wel, je is best wel gegroeid. Dus ja, op een gegeven moment. Als je die winkels rendabel wil houden, dan moet er wel gewoon gevolg over door de winkels komen. En met 800 Hermes ja. kan die exclusiviteit waarborgen met 300 winkels. Maar ja, als je meer dan twee keer zoveel hebt, ja, kun je die prijzen wel gaan, of gaan verhogen en op het hogere segment mikken. Maar ja, op een gegeven moment heb je gewoon te veel. Ja, ik heb een beetje het gevoel dat je wel omlaag kan, kan gaan qua allure, qua merkstatus, maar vrijwel niet omhoog kan gaan. In de ranking dat dat een hele moeilijke route is om te nemen, want ik denk dat Aston Martin in het verleden ook veel meer in die top league zat en nu gewoon wat gedaald is. En Burberry, heel bekend voorbeeld, bedrijf echt in problemen, maar echt een merk met heel veel erfgoed in het verleden. Iconische producten, iconisch logo hebben de prijzen dus best wel verhoogd van bepaalde dingen om ook in dat segment iets meer terecht te komen, maar dat, dat slaat niet aan. Je verliest nee. je huidige klanten en nieuwe klanten die, ja, die, die kijken misschien wat de kat uit de boom. Dus mis, misschien is dat te moeilijk. Misschien is het wat dat betreft de wereld van luxe, de echte top, wordt niet groter. Wordt eerder kleiner. Je kan het alleen maar verprutsen. Je kan er niet, ja, zeg maar. <laughs> ja, of je moet 200 jaar wachten tot uh, Brunello Cucinelli nu uh, ook bepaalde iconische status heeft. Of, of, of andere merken die we hebben. Maar ja. Het is bijna een losers game, zoals jij het wel eens zegt. Met tennis. Met de gemiddelde tennis. Voor tennis is voor de gemiddelde persoon een losers game. Ja. Ja. Dus je, kunt, je moet niet dingen heel goed doen, maar je moet vooral niks fout doen. Ja. Je kan het in ieder geval goed fout doen, maar je moet denk ik ook wel dingen wel echt heel goed doen. Ik bedoel, je wil wel Wimbledon winnen. Ja. En Wimbledon win je ja. niet met een losers game. Daar moet je echt winners kunnen slaan. Dat is waar. Dus Hij, je had het net over de prijs en luxe bepaalt de prijs. Maar een hoge prijs betekent niet dat het luxe is. En dat is denk ik uh, de fout die Burberry gemaakt heeft. Gewoon zichzelf overschatten in, die, ja, in waar ze eigenlijk staan... in de hoofden van klanten, van rijke klanten. En denken van ja, wij zijn luxe en we kunnen dit ook, dit spel. En dan komen ze erachter, uh, misschien toch niet. Ja, en dan is het wel... Uh, het is heel lastig om dan weer uh, omhoog te gaan. Ik zit te denken of het merken gelukt is. Ja, Bugatti. Bugatti was failliet... Uh, ooit in, 19, in, in de jaren 50, toen hebben ze weer in 1980 een doorstaat gemaakt, dus mij niet heel succesvol. En toen heeft Volks, onder de Volkswagen groep uh, heeft Bugatti volgens mij een doorstaat gemaakt met de Veyron en de Chiron daarna. Okay. En volgens mij moeten moeten bij elke auto uh, <laughs> maak ze gewoon twee of drie miljoen verlies per auto, terwijl vandaag die auto al, uh, al vijf miljoen kost of zo. Ja, vandaag de dag. Hm. Dus ja. ja. Zelfs als je dan weer zo'n oud luxe merk omhoog uh, of weer uh, ja, terug het leven probeert in te roepen, is het echt heel moeilijk om dat, uh, ja, om dat ja. uh, te realiseren. Ja, en ook wel bij Hermes en Louis Vuitton. Kijk, die Hermès-tassen... die worden natuurlijk echt allemaal in die ateliers gemaakt en de kwaliteit is onberispelijk. Ja, en bij Louis Vuitton wordt er wel uitbesteed. Uh, er wordt gewoon op productie geoutsourced naar lage landen. En dat is toch ook wel een, een, groot, een groot verschil. Ik weet dat hier veel mensen anders over denken, maar ja, dit, dit, is, dit vind ik wel een risico. En dat, dat ja, komen we straks bij de conclusie op, maar dat zie je ook wel in de waardering. Dat men een het risico ook vindt. Nou, het risico is dat je gewoon dat, het, dat je commoditized, dat je gewoon Nike wordt en dat je vergeleken wordt met anderen. En als je vergeleken wordt met anderen, dan is op een gegeven moment iets anders hip en dan gaat iedereen weg. Ja. Want On, Hoka, nu twee merken die natuurlijk echt heel hip zijn. Ja, wat totaal geen, taal, totaal geen luxe is en wat ze ook helemaal niet proberen te zijn. Maar die moeten wel heel veel investeren om top of mind te blijven. Want anders komt er binnenkort weer een ander merk. Dan gaat iedereen de beetje Essex dragen of uh, ja, noem het maar op. Ja. Of wat voor merk er komt. En de Armor hebben we het ook bij gezien. Het is echt moeilijk. Ja, ja, ja. Dus ja. Is, dat, is dat is wel echt moeilijk. ja. Hey, en in hoeverre denk je dat winstmarges. Door bijvoorbeeld prijsstijgingen. Daardoor lopen winstmarges op. Hermes, wat zei je eerst? Begin deze eeuw 24%. En nu iets van 36%. 42 operating margins. Dus op, op bruto. Of uh, ja. 42% operating operationele marges. Ja. marges. Ja. Nou, in hoeverre boeit dat de rijken der aarde? Of, of denk je dat het echt totaal niet uitmaakt dat uh, het bedrijf dan veel meer winst maakt op die producten? Ja. Ik denk niet dat ze dat heel veel boeit, eerlijk gezegd. Ja, Brunello zei eigenlijk wel dat dat een beetje boeide. Hè? Brunello Cucinelli, ja. die heeft echt de filosofie van humanistic capitalism. En dat, dat je ook je medewerkers goed moet betalen. En dat je dus niet onderaan de streep zoveel geld kan overhouden. Want dan, dan, ben je, dan wordt er ergens wat iemand voor de gek gehouden of uitgebuit. Ja, en, en, en in hoeverre kopen die rijken? Brunello Cucinelli profileert zich dan als, ook als duurzaam, goed voor zijn personeel. In hoeverre is dat dan een argument om te kopen? Want ik kijk, je kan, je kan daar een jas kopen van 10.000 euro. En dezelfde kwaliteit zelfs kan je voor 500 euro ergens anders kopen. Dus die 9.500 die je eventueel zou besparen, kan je ook aan een, aan een duurzaam goed doel geven. En op die manier ja. een impact hebben. Denk je dat? Want, want soms hoor je dat in uh, als je gaat googelen waarom die celebrities dan die kleding dagen, dan noemen ze dat duurzame gehalte. Dus ik, denk, ik voor mijn gevoel speelt dat dan eigenlijk zo'n rol. Maar. Weet niet. Ja, die Kashmir jas zal uh, niet 500 zijn, maar dan 2500 of zo. Want het is echt de kosten van het materiaal zijn echt wel hoog. Maar ja, ja, ik denk wel dat het een rol speelt. Dat zie je nu toch ook wel als wij ergens een duurzamere keuze kunnen maken. En vooral als je dan. Kijk, uh, Brunello Cucinelli heeft een heel uh, dorp eigenlijk ontwikkeld om zijn merk heen. Salomeo, waar het gevestigd is. Ja. Hij, hoeveel, hoeveel avonden achter elkaar tafelt hij per jaar met, uh, met mensen? Ja, dat laatst gelezen er al. 113 150 avonden. Ja. Ja. ja, en die de allemaal mensen ter plekke, volgens mij uitgenodigd, onder andere ook. En dan, als je dat daar dan ziet, en je krijgt een rondleiding, je ziet dat mensen daar met veel plezier werken. En je ziet dat de ateliers bij MES top in orde zijn. En je ziet dat in Maranello en bij Ferrari er een hele celle sfeer heerst in het dorp, waarin ja. Het, dat Dolce Vita in Italië, je ziet dat allemaal, dan denk je wel van, ah, dit, daar wil je eigenlijk wel. Iedereen wil een beetje onderdeel van dat Italiaanse leven, zijn, toch? Dat is gewoon. Het uh, is mooi, een mooie, goede leven, een koffietje op het plein. En, uh, en dat, dat, dat is natuurlijk wel een beetje het beeld wat daar geschetst wordt. En dat is natuurlijk, als, zeker als Amerikaan, is dat wel lekker. Het geeft wel een bepaalde romantiek, ja. Ja, ja. Ja, ik ben er gevoeliger voor dan jij, denk ik. Maar. Uh, ja, ja. Dus, ik, ja ik, vind dat al, ik vind dat allemaal niks. Dan denk ik van ja, iemand die met een hand een loge maakt. Ja, dat, dat kun je ook veel makkelijker automatiseren. We hebben al zo'n arbeidstekort in de westerse wereld. Waarom, uh, waarom gaan we daar zoveel arbeid aan besteden? Dat is gewoon een totale inefficiëntie van, het, van, van menselijk kapitaal. Maar stel je voor, je zou de wereld op alle efficiëntst inrichten. Dan zouden we misschien allemaal 24 uur moeten werken. Ja. En wat gaan we dan doen? Dan gaan we waarschijnlijk allemaal hobby's doen. En dan gaan we mooie dingen proberen te maken. Mensen gaan met kunst bezig en zo. En dan, dat wordt weer gewaardeerd door anderen. En dat is eigenlijk wat deze merken doen. Dus die maken de product voor als het geld geen issue meer is. En die zijn daar het beste in. En dat is eigenlijk de kunstvorm waar je ook nog wat aan hebt. Even doorfilosoferend. Ja, dat klopt. Maar ik zou zeggen, tot die tijd, voordat alle problemen uit de wereld zijn, ja, kunnen miljardairs op een andere manier impact hebben dan kijken hoe een loge in elkaar gezet wordt en daar uh, geld op plat slaan. Maar goed, misschien als ik miljardair ben, uh, begrijp ik dat beter. Dus word allemaal lid. <laughs> ja, maar wij vinden het ook vet om bij Mellexus een rondleiding te krijgen. Advocaat van de Duivel. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is inderdaad dan een soort van snoepwinkel. Ja, en, en misschien wij gaan dat dat de inderdaad. Voor die miljardes... volgende maand. Ja, volgende maat. Ja, je wordt nu alweer enthousiast. Yeah. Ja, dat ook, ja, dat is ook een vorm van uh, waarvan je kunt zeggen: wat een verspilling, überhaupt. Maar dat is, gewoon, dat is dan gewoon inderdaad heel erg leuk. En dat doe je dan toch. Ja, Markel dus ik dat. Berkshire gew hebben geweest? Of in ieder geval Berkshire tegelijkertijd? Ja, dat is dan gewoon toch. Je gaat dan toch daarheen en eh, gelijkgestemde opzoeken. Je gaat dan over Buffett ja. praten. En als je naar Ferrari gaat, dan ga je eventjes met al, alle andere Ferraris praten. Yo, welke Ferrarista's noemen, noemen ze? Ik, ik snap het. het. Ik, ik ga gewoon een keer zo'n Ferrari kopen. En dan, en dan, <laughs> ik moet, ik moet, want ik kan nu wel makkelijk praten. Ik, ik moet, je moet het gewoon een keer doen voordat je erover kunt lullen. Wij gaan een keer naar het circuit. Gaan we, gewoon, we gaan het niet kopen, maar we gaan een keer huren. Rijden we een rondje op het circuit in een Ferrari. Ja, dat doen we. Is er nog iets wat we zijn vergeten, Jan? Want moeten we nou beleggen in luxe of niet? Ja, het is heel lastig. Ja, ik doe het wel, uh, maar nog wel met beperkte posities. En dat komt gewoon omdat het luxe wel herkend wordt door de markt. Dus de waarderingen zijn echt stevig. Je betaalt ja, eigenlijk gewoon rond de 50 keer de winst voor Hermès, Cucinelli en Ferrari. Ja. ja, en het is alsof je echt de luxe koopt, denk ik. Geduld opbrengen, want af en toe krijg je een kans om in te stappen. En, uh, en dan is het wel fijn dat je het bedrijf goed kent. Want als Ferrari dan een keertje niet met 10% groeit. Maar een keertje, toch nog een keertje met 4%. Omdat er zo'n zware recessie is. Het aandeel gaat mee 40%. Ja, dan is het misschien wel interessant om uh, ja. in te stappen. Als er voor de rest niks veranderd is. En het bedrijf is nog uh, steeds even goed. En dat, dat soort kansen komen natuurlijk voorbij. En uh, deze bedrijven blijven. De kans is groot nog tientallen jaren. Of zo niet honderden jaren bestaan. Dus die kansen komen voorbij. En ook het verschil in wat je zegt met qua waardering, dat Hermès en Ferrari, ik, vroeg, ik zei het laatst ook in de deep dive, van, zijn dan al die rijken die dan ook een Ferrari eventjes kopen, dat die denken, ja, dat is toch wel uh, goed hoe ze mij hier bewerken. Ik, ik koop ook even voor een paar honderd miljoen die aandelen. En dat ze dus die waarderingen zo opdrijven. Het zou best wel kunnen hoor. Dat, dat, dat daar een effect in zit. Dan moeten ze dus eigenlijk als de, als de miljardairs Angstig worden, misschien op de volgende crisis zoals een miljardairscrisis, dus die de hand op de knip houden, geen Ferrari's meer, verkoop ook nog eens in paniek hun Ferrari aandelen. Het rode bloed loopt letterlijk en figuurlijk door de straten. Dan, uh, dat is dat zou echt een mogelijkheid zijn. Ja, maar in de tussentijd denk ik wel, is ook vooral van genieten, want. De, de kwaliteit van reporting van het management zit eigenlijk al overal bij deze drie grote merken. Zit familie, uh, de families, er zitten families boven die het bedrijf controleren. En de kwaliteit zie, zie je er echt wel in af, in de jaarverslagen. En uh, ze zijn ook heel luxe qua hoe, je, ja, hoe ze lezen en zo. Dus het jaarverslag van Hermes, Cucinelli en, uh, en van Ferrari vind ik echt wel uh, echt cool om te lezen. Je denkt van als elk bedrijf zo zou rapporteren, zou ik heel blij van worden. Moet ze natuurlijk niet de kosten, aan, uh, niet alle kosten van het jaarverslag uh, het zullen ook flink zijn bij die bedrijven. <laughs> maar het is wel fijn. Dus ja, beleggen, Luxe, ja, ik uh, ben er wel fan van, maar pas er wel mee op. Want de waardering is, uh, er moet veel goed gaan. Ja, dat vind ik ook. Als je 55 keer de winst betaalt voor die voor de grote drie, eigenlijk. En Louis Vuitton zit dan op wat is het, 23 keer de winst? De ja. helft. Ja, dan is ja. dat. Die groeien natuurlijk ook iets minder hard, Dat zie je ook dit jaar. Dus dat is ook veel vatbaarder voor een economische neergang, wat dat betreft. Omdat die veel meer aspirational buyers hebben. Het is moeilijk om dan ook een verschil te maken welke dan aantrekkelijker is. Of diegene met een lage waardering. Mogelijk een goede, beter rendement de komende jaren laat zien. Maar voor de komende twintig jaar. Ja, dan zou je eerder misschien je geld op die grote drie zetten. Ja, die Arno heeft natuurlijk wel zo'n hele slimme vogel. Dus die. Uh... Ja. En die en die heeft gewoon de mogelijkheid om heel om andere merken ook op te kopen. En dat hebben MS doet dat eigenlijk niet, Cucinelli ook niet, en Ferrari ook niet. Nee. Dus die, uh, die, kunnen daar ni die kunnen daar niet echt iets in doen. En dat kan LVMH in potentie wel. Maar ja, goed, zoveel van die echte toppen, de topmerken zijn er ook niet. Ja, misschien kan die keer Rolls Royce kopen of zo, maar <laughs> ja. staai. En dat ja, weet je ook wel. Zo'n monobrand is natuurlijk ook, denk ik wel, helpt bij je luxe positie. In plaats ja. van een concern met allemaal merken waar je toch een beetje je identiteit verliest. Ja, daarom wilde he, Anol Hermes hè? Ja, ja, wat was die opmerking ook Van die Hermes uh, CEO? Ja, de, de toenmalige tussenpauze bij Hermes. De enige niet-familie CEO die werd toegebeld door Benna Ano En ik mag het wel hier wel zeggen toch? En toen zei de, En Anol had stiekem een belang opgebouwd. via allerlei aandelenconstructies. of via optieconstructies. zodat hij het niet bekendbaar hoefde te maken. dat hij al 20% in hermes had. En toen zei de CEO van Hermes. You don't seduce a beautiful girl. by raping her from behind. <laughs> dat was het enige niet chieke. wat uit, ooit uit Hermes. Uh, <laughs> Imperium is voortgekomen. Nou, ja. Dat was dan ook geen uh, fam familie CEO. Maar daar liet de beeldspraak laat niks te wensen over. Juist. Nou, daarmee sluiten we af. Jan, bedankt. Luisteraar, heel erg bedankt weer voor het luisteren. En hopelijk weer. Tot de volgende keer. Tot de volgende.